Jong geleerd is oud gedaan. Dit zegt Gracia Wongso bij de activiteit waarbij kinderen op een leuke manier werd aangeleerd om hun handen te wassen. Zondag 5 mei was Wereldhandhygiënedag. In dat kader waren enkele kinderen uitgenodigd om samen met Ricky Stuttgart te leren wat handhygiëne is. Wongso geeft aan dat dit bewustwordingsinitiatief in 2015 is gestart. We herhalen dat elk jaar en we sluiten af op 15 oktober met Wereldhandenwassendag. In dit kader wederom, waarom op Klevia Park? Omdat hier dus toch mensen, hè? Het is een park waar je mensen happy moet maken. Je wilt met mensen healthy leven. Maar zeker dit in het kader van handen wassen is een stukje preventie. We weten waarom we onze handen op de juiste manier moeten wassen. Omdat je daardoor mogelijk de bacteriën die de ziekte kunt voorkomen in elk geval elimineert. Wongso zei verder dat verschillende personen en instanties hun medewerking verlenen aan dit initiatief. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart is er nagenoeg elk jaar bij. Maar ook het ministerie van Onderwijs verleent de nodige ondersteuning. Vrijdag 10 mei wordt een scholenwedstrijd georganiseerd waaraan 5 basisscholen meedoen. Zang, dans of toneel of een combinatie van alle drie. In ieder geval te laten zien hoe ze hun handen kunnen wassen op de juiste manier. Handen wassen, want kijk, iedereen raakt elkaar aan. Onze handen raken en die oppervlak aan. Er zitten ziektekiemen, bacteriën die we niet zien met ons blote oog. Vandaar ook de demonstratie dat je het kunt zien aan een apparaat als je je handen op de juiste manier hebt gewassen. Daardoor zeg ik net, kan je ziektekiemen voorkomen. Zeker het geval van diarree gevallen kun je ook heel veel voorkomen. Maar ook griep, koorts. En dat is de bedoeling dat je op een preventieve manier de mensen, weet je, op een hele leerzame manier laat zien hoe dat moet. Ik heb geleerd hoe je je handen moet wassen. Anders word je ziek en kan je doodgaan. Ik heb gekeken hoe vuil je handen normaal zijn. En daarna moest je je handen wassen om dan te kijken hoeveel vuil er nog op zit nadat je je handen hebt gewassen. Ik zag alleen maar blauwe stippetjes en op mijn nagels ook was helemaal blauw. En blauw betekent dat er bacteriën zitten op je handen die dus niet zijn weggewassen. Stuttgart zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, haar lidlanden heeft geadviseerd om het handenwassen te proclameren. Het is namelijk gebleken dat er jaarlijks 500.000 kinderen doodgaan aan ziekten die gelinkt worden aan het niet goed wassen van de handen. Oktober is internationale handenwassendag en 5 mei is een wereldhandhygiënedag. En ze zijn dus uitgeroepen door de WHO om ons ervan bewust te maken hoe belangrijk het handenwassen is. Omdat je, met je handen raak je alles aan en je kan dus zodoende ziektekiemen van de ene plek naar de andere brengen. En daardoor jezelf, je gezin en anderen ziek maken. Tot zover voedseltechnoloog Ricky Stuttgart, die sinds 2009 het handenwassen promoot. Volgens hem groeit de bewustwording langzaam maar zeker. Stuttgart was de hoofdgast tijdens een initiatief van Intermet om kinderen op een leuke manier te leren hun handen te wassen. De activiteit is afgelopen zondag gehouden te Klevia Park.